Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Achter mij de Big Bazaar. We hebben namelijk signalen gekregen dat de Big Bazaar weer vuurwerk verkoopt. Nou is het niet heel erg bijzonder, want bij de Big Bazaar hebben ze naar mijn idee ieder jaar hetzelfde. Maar we gaan zien, misschien hebben ze wel degelijk nieuwe producten. We staan bij de schappen van het vuurwerk, jongens. Zoals jullie kunnen zien, net gevuld. Hier staan ook een paar dozen. Alles is knetterballen. Van Weco. Van Weco, inderdaad. Die nemen we niet mee. Maar we gaan jullie wel even laten zien hoe de schappen eruit zien. Pak je knetterballen? Ja, is goed. 25 stuks, die nemen we zeker mee. Pilly crackers, nou oude vertrouwde pilly crackers, die hadden ze vorig jaar natuurlijk ook al. Deze kinderpakketjes, die laten we liggen. Deze brillen hebben ze ook. Ik vind eigenlijk dat deze standaard erbij moet zitten gratis, maar... Sixpack. Dat wil ik weten. Dit dan? Nou, een veiligheidspakket. Die moeten dus, vind ik, gratis bij zitten. Crackling box. Wat hadden we deze vorig jaar al? Was er niet, denk ik, of wel? Nou, gaan we wel verhalen. Ik kan me niet herinneren, man. En een sixpack. En die heb ik sowieso niet. Deze hebben we niet gehad, inderdaad. Wel een mooie verpakking. Doosjes open, dus laten we maar even kijken. Lijkt wel een cake zo, gek. Fontaantjes. Ja, die zaten normaal volgens mij in het plastic. En nu hebben ze hem in het karton gedaan vanwege het milieu natuurlijk, hè. Neem even wat dingetjes mee en dan gaan we het zo meteen op locatie afsteken. Ik hoor jullie al vragen bij welke Big Bazaar is dit. We staan momenteel in Pijnakker, dus waarschijnlijk na het maken van deze video is het hier weg. Maar ik zou zeker even bij jullie Big Bazaar ook kijken of er al wat ligt. Sommigen beginnen volgens mij pas al later met het verkopen van vuurwerk. Maar deze heeft het dus nu al. Des kan hier wachten, hoor. Wat op. Oh, die Fantatjes zijn ook nieuw hier, hè? Nou, jongens, we staan op de stooklocatie. Dit is de bon. Echt bizar voor woorden. We nemen jullie even mee naar de prijzen. Want als wij het doen voor jullie, betekent dat jullie misschien of het vuurwerk kunnen halen of juist helemaal niet aan moeten beginnen. Deze ultrafontein. 20 euro. Fountains. 20 euro, jongens, voor dit pakket. We gaan kijken of het de moeite waard is, maar ik vind het al heel erg duur. Deze. Tientje. Sixpack. 10 euro, jongens. En wat zit er dan in? Je zou dan echt denken dat er gigantische dingen in zitten. Sixpack. Ja, tientje. Dus oftewel sixpack voor 10 euro. Zeker. Hoe bizar is dat? Dan gaan we naar de volgende. Dat is pilly crackers. Die bleven dan... 3 euro? Ja, 3 euro voor 75. Nou, dat vind ik dan wel redelijk. Dat is wel te doen, toch? Dan heb je deze, de Cracklin Box 2.0. Knetterlint, ja, 6 euro. En moet je kijken wat erin zit, jongens. Voor 6 euro. Dat is echt niet normaal. Een zakje pilly crackers. En een zakje afgeknipte knetterlinten. Dat hebben we ook nog. Ja. Een pakje knetterballen. 25 stuks. Weet jij die prijs nog? Duur. Oh nee, 5 euro. Zo, jezus. Voor 25 stuk. Wat zijn dit dan voor knetterballen? Ja, het lijken van die rookdingen. Met een papiertje eromheen. Die zitten aan elkaar. Lijken we. Even kijken. Nou. Bizar. Dan gaan we naar de afgeknipte knetterlinten. Doe ze maar gewoon in één keer, joh. Nee, ik wil eerst even testen hoe die is. Of het die goede knetterlinten zijn of de slechte. Zal maar benieuwen. Oké, die zijn dan wel redelijk goed. Eerlijk is eerlijk, toch? Aansteken die handel. Oh, gaat het allemaal zeker? Waar ik dan ook geïnteresseerd in ben, is naar deze sixpack. Want het ziet er natuurlijk ziek uit als je dit zo doet. Maar de prijs die we ervoor betaald hebben... Maar goed. Even eentje. Het zal me benieuwen, hoor. Even twee tegelijk. Er zit wat cracklin bij. Zo. Zo. Die had ik niet verwacht. Er zat fluitenkruid in. Alleen maar een geeltje, joh. Kost ook een geeltje.
Nou ja, als we hier 10 euro voor betaald hebben. Ja, weet je wat het is? Het blijft wel grappig, maar niet voor 10 euro. Nee. Ik zou er 2,5 euro voor uitgeven. Precies dat. Dan gaan we naar de pilly crackers die in dat pakketje zaten. Dat mega dure pakketje. Van 6 euro. Ja joh, steek er maar eentje aan. Ja, die zijn gewoon oud vertrouwd. En voor alle mega dure... Nou, dat ging ook weer 10 euro. Ja, als je het zo bekijkt, is alles wel rete duur, ja. Laten we dit fonteinenpakketje maar even doen. Ja. Die zetten we dan even neer. 20 euro, jongens. En wat het mooie is aan dit pakket, is dat we even alles naast elkaar gaan leggen. 20 euro aan fonteintjes. Ja hoor. Precies hetzelfde als in die sixpack. Zo, dat is 5 euro. Dat klopt trouwens, man. Die waren 10 euro, die 20. Dus dat is veel... Die prijs klopt gewoon niet eigenlijk. Toch? Als je bekijkt hoe jij... Moet die gekker worden. Prachtig. Allemaal. Blijf wel lekker hangen die rook. Ja, er komt ook heel weinig geluid uit. Ook, joh. Het is niet eens maar goed lont, lijkt wel. Echt, hè? Over de datum. Kijk dan, een rookbuisje. Maar eerlijk. Er komen alleen maar vonkjes uit. Oh, prachtig. Geweldig. Dit is geweldig. Doe het zo. Ja, dat is de Philly Cracker trouwens. Hij komt wel hoog, maar... Toch? Maar goed, dat komen ijsfonteinen ook. Nou, die andere... Die zijn wel erg negatief, maar... Dat komt voornamelijk vanwege prijs-kwaliteit verhouding. Ja, dat klopt. Veel vonkies. Zo! Schoot bijna weg. Kwartootje. Hele pak knetterballen. Kijk uit, anders maak je fik. Gaat dat lukken? Nou, ik vind het goed. Ja? Zo. Doe maar inderdaad. Okay. Waar is mijn telefoon? Kun je die geven? Een kontzak. Doe eens. Gaat dat dan, denk je? Ja, man. Zo. Tuurlijk! Tuurlijk! Doe dit dus niet thuis na, jongens, want dit is gewoon letterlijk hoeveel euro's je weg. Dit was echt een pakje. 7 euro. Dit was echt een pakje van 10 euro of zo. We hebben al het vuurwerk wat bij deze Big Bazaar in Pijnakker lag kunnen testen. 48 euro of 49 euro of zo naar de maan. En daarom geef ik jullie ook het advies om het niet te kopen. Het is veel te duur naar aanleiding van wat je krijgt. Maar goed, de vraag is van of het ligt aan de Big Bazaar en wat dat merk daar is. Of dat het gewoon is omdat alles duurder wordt. Ik ben benieuwd hoe dit jaar bij de Aldi zal zijn, bij de Lidl is en zo. Ik vermoed namelijk gigantische prijsstijgingen. Thanks voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe video.